Ik open deze vergadering en heet u allen van harte welkom bij de vaste commissie voor buitenlandse zaken. Aan de orde is het commissiedebat NAVO-ministeriële 4 en 5 april 2023. Althans, dan vindt de NAVO-ministeriële plaats. Ik heet de minister voor buitenlandse zaken van harte welkom en zijn ondersteuning. Ik heet de Kamerleden welkom en de toehoorders thuis en op de tribune. Ik wil eigenlijk voorstellen gelijk maar te beginnen. Ik heb begrepen dat het in ieder geval wel een beetje gangbaar is om interrupties twee in twee te doen. Aangezien er nog één spreker bij komt, zou ik dat ook hier weer willen voorstellen. Geef ik allereerst het woord aan de heer Van Dijk. Hij heeft 3 minuten spreektijd. Ja, dank voorzitter. Op de agenda staan 2 belangrijke onderwerpen. De NAVO-bijeenkomst en mijn motie in alle bescheidenheid over kernwapens. Eerst over de NAVO. Een belangrijke vraag is natuurlijk, hoe staat het nu precies met de toetreding van Zweden en Finland? We weten dat Hongarije en Turkije daarover moeilijk doen. Wat is de laatste stand van zaken? Wat zijn de activiteiten van de minister om die problemen op te lossen? Voorzitter, de NAVO is formeel geen speler in de oorlog in Oekraïne. En toch zien wij de NAVO overal opduiken, vooral ook secretaris-generaal Stoltenberg. Hoe kijkt de minister daar eigenlijk naar? In de agenda wordt gesproken over aangeboden capaciteitsopbouw en verhoging van de interoperabiliteit van met de NAVO van Oekraïne. Er wordt ook gesproken over mogelijkheden om Oekraïne veiligheidsgaranties te geven. En dat zou mogelijk samen kunnen gaan met vredesonderhandelingen, las ik in een document. Hoe kijkt de minister naar het voorstel van Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland om Oekraïne via de NAVO een lichtere vorm van veiligheidsgaranties te geven om het daarmee aan te moedigen vredesonderhandelingen te starten, zoals de Wall Street Journal bericht? Graag een reactie. Voorzitter, dan wordt er gesproken over een mogelijke nieuwe NAVO-norm. Dat is de beruchte 2%-norm. Hoe kijkt de minister naar een kwalitatieve benadering? Dus niet helemaal blind staren op percentages en aantallen en kwantiteit, maar juist een kwalitatieve invulling van de besteding en de doelen van je defensiebudget per land. Graag een reactie. Dan, voorzitter, over mijn motie rond kernwapens. Staat ook op de agenda. Kernwapens, daarmee begon mijn politieke bewustzijn als 10-jarig jongetje naar de grote demonstraties in Den Haag en Amsterdam. Mega demonstraties. Ik had het nog niet eerder gezegd, begrijp ik, van de heer Brekelmans. Bij deze. Voorzitter, de motie die zegt, informeer de Kamer zo goed mogelijk over nucleaire ontwapening en over de modernisering van kernwapens in Nederland. En eigenlijk moet ik vaststellen dat de brief niet veel nieuws vertelt. De brief in reactie op die motie. Kunt u in het kader van de transparantie precies melden wanneer in Nederland de nieuwe kernwapens voor de Nederlandse luchtmacht in Volkel arriveren? Of zijn ze al gearriveerd? En hoe wordt de veiligheidsregio in Volkel, Brabant, geïnformeerd over de risico's die hiermee samenhangen? Als u dat niet wilt doen, wat betekent dan meer transparantie? En hoe verhoudt die modernisering zich tot het non-proliferatieverdrag, waarin juist staat dat je moet onderhandelen over ontwapening? Welke stappen zet de regering richting nucleaire ontwapening? Bent u bereid om een moratorium op die modernisering van kernwapens te zetten? Dank, heer Van Dijk. En de heer Van Dijk sprak namens de SP. Geef ik het woord aan de heer Sjoerdsma, D66. Ja, dank voorzitter. En ik wilde ook beginnen met Oekraïne, met de berichten dat China al bezig is of zou overwegen om wapens te leveren aan Rusland. De secretaris-generaal van de NAVO, Stoltenberg, heeft gezegd dat daar vooralsnog wat hem betreft geen bewijs voor is. Maar desalniettemin waarschuwt hij China zeer voor het nemen van een dergelijke actie. Ik zou eigenlijk aan deze minister van Buitenlandse Zaken vragen hoe hij dat apprecieert. Zijn er volgens Nederland wapens geleverd vanuit China aan Rusland? En wat zou het antwoord moeten zijn als China dat gaat doen? Op welke manier maken we China duidelijk dat dat echt een absolute no-go is? Dat het zeer grote consequenties zal hebben voor de relatie tussen de Europese Unie en tussen China. Tweede punt, als het gaat over Oekraïne, zijn de berichten over mogelijke gesprekken over veiligheidsgaranties voor Oekraïne. En daar ben ik vooral benieuwd naar
wat de Nederlandse kabinetspositie is. Aan de ene kant is het logisch, denk ik, dat Oekraïne vraagt om veiligheidsgaranties. Aan de andere kant bemerkt je ook in sommige lidstaten dat er op die manier over wordt gesproken, dat dat een mooie aanleiding zou zijn voor Oekraïne om het vechten tegen Rusland te stoppen. En ik zou in ieder geval willen benadrukken vanuit D66 dat dat laatste wat ons betreft niet aan de orde kan zijn. Het is niet zo dat veiligheidsgaranties alleen kunnen worden gegeven op het moment dat Oekraïne daar dan belooft te stoppen met zichzelf te verdedigen tegen Rusland. Twee, de nieuwe NAVO-norm, de 2% van Wales 2014, die gaan we volgend jaar halen. Die gaan volgend jaar vrijwel alle lidstaten halen. De vraag is alleen wel of die discussie, zoals die nu wordt gevoerd over de nieuwe norm, of dat zinvol is. Ik lees eigenlijk alleen maar over, ja, het moet dan maar een bodem zijn, of het moet een 2,5% of 2,3% of het moet een 3% zijn. Ik zou heel graag zien dat de Nederlandse inzet is dat het gaat over, ja, cash, dat is één ding, maar ook contributions, dus wat draag je bij als NAVO-lidstaat, maar ook capabilities, wat leg je op de mat. En dat we afhankelijk daarvan bepalen wat de eventuele percentagenorm moet zijn, maar dat we eigenlijk als uitgangspunt nemen dat Europa zich conventioneel moet kunnen verdedigen vanuit de defensie. En wat er vervolgens aan capaciteiten van nodig zijn en wat daar dan vervolgens aan geld voor nodig is. Ik zou de minister willen vragen om commentaar daarop. Voorzitter, ik vraag ook heel graag nog naar de toetreding van Finland en Zweden, omdat het echt stuitend is hoe Zweden en Turkije daarmee omgaan. En van Turkije weten we wel dat zodra die verkiezingen in Turkije voorbij zijn, dat ze daar door de pomp zullen gaan en dat het op een heel cynische manier daar wordt gespeeld. In Hongarije is het natuurlijk eigenlijk nog cynischer. Daar is eigenlijk geen enkel excuus. Orbán heeft 2/3 van het parlement, kan het elk moment agenderen, kan het elk moment goedkeuren. En hij doet dat niet. En ik zou toch willen vragen aan deze minister van Buitenlandse Zaken om te benadrukken, in ieder geval bij Orbán, dat dit wat ons betreft volstrekt onacceptabel is en dat je niet op een dergelijke manier kan omgaan met de veiligheid van niet alleen voor ons heel belangrijke bondgenoten, maar ook de veiligheid van het hele Europese continent. Voorzitter, dank u wel. Dank u, heer Soetsma. Er was eerst de heer Brekelmans nog met de interruptie. De heer Brekelmans. Ja, de heer Soetsma zei heel duidelijk dat Europa zichzelf moet kunnen verdedigen conventioneel en dat dat leidend moet zijn. Stel nou dat uit zo'n analyse zou blijken dat dat alleen kan als we de defensieuitgaven op den duur verhogen naar 3%, 4%, 5%. Want op dit moment zijn we voor allerlei dure, grote strategische capaciteiten volledig afhankelijk van de Verenigde Staten. Is dat dan iets waar de heer Soetsma ook voor open staat? De heer Soetsma. Ja, voorzitter. Als dan vragen zijn volgens mij heel gevaarlijk. Waar het in de kern om gaat hier, is dat het decadent is dat Europa, ik weet niet hoeveel decennia we inmiddels na de Tweede Wereldoorlog zitten, maar niet in staat is om zichzelf conventioneel te verdedigen. En dat betekent inderdaad dat er meer geld bij moet. Dat heeft dit kabinet ook besloten, dankzij coalitiepartijen, dankzij moties uit de Kamer, dankzij initiatieven vanuit het kabinet. Maar het betekent ook, en daar is een ongelooflijke winst te boeken, dat er meer samenwerking moet zijn, dat er meer integratie moet zijn tussen krijgsmachten, dat er meer specialisatie moet zijn, dat er meer gezamenlijke inkoop moet zijn. En als je dat ziet en als je ziet hoeveel geld je daarmee al kan besparen, weet ik niet of we dan in één keer van 2% naar 5% moeten gaan. Het zou best kunnen dat het dan vervolgens van 2% naar 2,5% moet gaan. Daar staat mijn partij voor open. Daar lopen we niet voor weg. Maar het begint wel met de doelstelling, wij moeten onszelf kunnen verdedigen. En als dat kan worden vastgelegd, als een Europa die doelstellingen kunnen omarmen, ja, dan is er volgens mij veel mogelijk. De heer Brekelmans. Ja, dan nog één vervolgvraag. Een van onze belangrijkste elementen van onze verdediging is de nucleaire afschrikking door de Verenigde Staten. Het feit dat Rusland niet geneigd is om verder te escaleren richting Europa is dat zij weten dat aan het einde van die escalatieladder staat de Amerikaanse nucleaire paraplu. Zegt de heer Soetsma in zijn eindvisie daarop dat als Europa zichzelf moet kunnen verdedigen, dat dat ook betekent dat Europa voor zijn eigen nucleaire afschrikking moet zorgen? Of zegt hij nee, ook in de toekomst wil ik daar dan toch wel afhankelijk van blijven van de Verenigde Staten? Heer Soetsma. Ja, voorzitter, we zeggen nu eens nadrukkelijk conventioneel. En de reden daarvoor is, kijk naar het conflict tussen Rusland en Oekraïne. Kijk naar hoe conventioneel dat conflict wordt gevoerd. En kijk naar wat wij hadden kunnen doen als het aan Europa, als het enkel aan Europa had gelegen om Oekraïne te helpen zich te verdedigen. Ik bedoel, ik durf niet in mijn glazen bol te kijken of dat dagen of weken waren geweest dat we Oekraïne hadden kunnen helpen, maar het was niet lang geweest, laat ik het maar zo zeggen. Dus daar begint het mee. En dat je uiteindelijk aan het eind van die escalatieladder in een wederzijdse nucleaire houtgreep moet kunnen zitten, daar is mijn fractie van overtuigd. Daar kun je niet eenzijdig ontwapenen, je kan niet eenzijdig
die wapens weghalen. Dus dat onderdeel van de NAVO, dat kan je niet zomaar afstoten. Maar wat wel zo is, 2025 krijgen wij een nieuwe Amerikaanse president. En dan weten wij gewoon niet zeker, weten we echt niet zeker in welke situatie wij als NAVO zitten. En weten we dus ook niet zeker in welke situatie wij als de Europese Unie zitten. Of we nog weer kunnen bouwen op de garantie die de Verenigde Staten ons altijd hebben gegeven. Dan was er nog een interruptie van de heer Van Dijk. Ja, voorzitter, ik zou graag aan de heer Sjoerdsma vragen hoe hij kijkt naar de brief van de regering in reactie op mijn motie, ja, die de heer Sjoerdsma ook heeft gesteund, waarvoor dank, om maximale openheid te geven over de modernisering van kernwapens. Er wordt toch buitengewoon schimmig over gedaan. Hier staat ook eigenlijk van, ja, we hechten belang aan meer transparantie, maar we gaan geen mededelingen doen over aantallen en locatie. Hoe kijkt u naar die uitvoering van die motie? De heer Sjoerdsma. Ja, voorzitter. Kijk, er staat heel veel, denk ik, in die brief over de goede initiatieven die het kabinet neemt om te komen tot wederzijdse ontwapening, tot verificatie, tot vertrouwenwekkende maatregelen en deze heel moeilijke geopolitieke realiteit. Maar één ding staat er niet in, en daar heeft de heer Van Dijk gelijk in. Er staat niet in hoe het er nu precies voor staat met de modernisering van eventueel op Nederlandse grondgebied gelegen kernwapens. Ik zou zelf zeggen, het is denk ik het slechts bewaarde publieke geheim in heel Nederland, niet alleen waar ze liggen, maar ook ongeveer hoeveel het er zijn, dat het grootste belang erin zit dat de risico's die modernisering eventueel met zich meebrengt, het eruit halen en weer erin brengen van deze wapens voor de bevolking rondom die basis, dat afgedekt moet zijn. En ik denk dat het kabinet ons daarover moet informeren, over hoe werkt het nu met die veiligheidsregeling, hoe werkt het nu voor de bewoners daar ter plekke, op een manier dat zij zich geen zorgen hoeven te maken. We gaan heel even wachten tot de bel voorbij is. De heer Van Dijk met een vervolging. Dank, voorzitter. Ja, eens met de heer Sjoerdsma dat zeker voor de regio er meer openheid moet komen. Dan inderdaad een meer inhoudelijke vraag over nucleaire bewapening in deze tijd van grote dreiging. Absoluut geen misverstand. Wat Poetin doet is onacceptabel. Aan de andere kant kun je natuurlijk de vraag stellen, hoe verstandig is het om dan nu als Verenigde Staten je kernwapenarsenaal te gaan moderniseren in Europa, als je weet dat dat voor Poetin ook weer voeding geeft om te zeggen, nou, eens kijken, dan kunnen wij misschien ook kernwapens in Wit-Rusland gaan plaatsen, ik noem maar wat. Het kan dus ook escalerend werken. Hoe ziet u dat? De heer Sjoerdsma. Ja, voorzitter, ik denk dat de enige die op dit gebied echt escaleert, dat zijn Rusland en China. Als je ziet naar wat Rusland heeft gedaan met de mogelijke inzet van kernwapens, ook gewoon in tactische operationele concepten, dat zij bereid zijn om conventionele troepen uit te rusten met kernwapens die in het slagveld kunnen worden ingezet. Als je ziet hoe groot de ambitie van China is om het kernwapenarsenaal uit te breiden, de schattingen daarover die zijn echt duizelingwekkend. Dus het dan moderniseren van bestaande wapens zonder dat je die aantallen uitbreidt, kan in dat licht denk ik niet als escalatie worden geduid. Dat zie ik echt niet. Dan was er nog een interruptie van mevrouw Mulder. Ja, voorzitter, dank. En dat zit hem toch ook op het nucleair, om even door te vragen waar collega Brekelmans, denk ik, ophield met zijn vragen. En dat zit hem eigenlijk in het nucleaire. Vinden we eigenlijk niet dat we, net zoals voor het conventionele deel, dat we toch meer onze eigen broek op zouden moeten houden? Want die vraag die ligt er eigenlijk nog weer een slag onder. En ik ben blij met het antwoord van de heer Sjoerdsma net richting heer Van Dijk. Dat je dat moderniseren het minste is wat je kan doen. Hè? Maar hoe kijkt D66 hier nou naar, dat je toch ten principale meer je eigen broek op zou moeten houden? De heer Sjoerdsma. Ja, voorzitter, ik zoek even naar wat het CDA bedoelt. Bedoelt het CDA dat de Europese Unie zelf een nucleaire afschrikking moet hebben, of dat Nederland dat moet ontwikkelen? Of wat is de strekking van de vraag? Mevrouw Mulder.
De strekking van de vraag is, als je eerst kijkt naar het conventionele deel, en we leveren daar al te weinig, we zitten nog niet aan die 2%, we willen daaraan, en dat het CDA stelt voor hem als minimum, in een wetsvoorstel om dat gewoon vast te leggen samen met een aantal andere partijen in de Kamer. Maar dan ben je er nog niet, want waarom worden wij misschien niet aangevallen? Dat is toch vanwege die nucleaire dreiging en die modernisering en alles en de kosten die daarbij komen. Is dat nou iets wat alleen gedragen zou moeten worden, zeg maar, door onze grote broer en vriend de VS? Of is dat iets waar wij zelf ook een opdracht in hebben? De heer Schultz, maar. Oké, dus als ik het goed begrijp, betoogt de CDA dan dat wij moeten meebetalen voor de modernisering van kernwapens? Dat is de vraag? Nou, mijn de vraag laatste is, keer een poging tot opheldering, anders ga ik door met het ja. Mijn vraag is, is D66 ook bereid om de portemonnee voor onze totale, zeg maar, verdediging ook op te pakken? En niet alleen voor een deel van de verdediging. De heer Schultz, maar. Nou, voorzitter, ja, ik ben eigenlijk niet bereid om mee te gaan betalen aan meer mee te gaan betalen dan we nu al doen aan de nucleaire taak. Nee, dat lijkt me echt een beetje een vreemde reactie als. Dan zou deze minister nu met een opdracht naar Washington worden gestuurd om te zeggen, nou, we hebben gezien wat de modernisering ongeveer kost. Laat ons daarvan de helft pakken en dan gaan we gewoon tientallen miljoenen gaan we uitdagen. Nee, dat soort dingen, daar zie ik niet zo heel veel in. Waar ik wel echt iets aan zie is, wat ik net betoogde in het vraaggesprekje met de heer Brekelmans, dat wij veel meer moeten doen om onszelf conventioneel te verdedigen. En dat brengt echt meer met zich mee dan alleen maar een discussie over 2%... en of dat minimaal 2% moet zijn of 2,5%. Dat brengt met zich mee dat wij ons vastleggen op wat nodig is om onszelf te verdedigen. Welke capaciteiten zijn daarvoor nodig? Dat is echt een cruciale discussie. De andere discussies zijn allemaal afgeleid daaraan. Mevrouw Mulder, vervolginterruptie. Ja, want het gaat natuurlijk niet om dat wij dan maar even aanbieden om de helft te gaan doen. Hè. Het gaat om in het totaal van onze verdediging. We willen dat 2%, dat die norm, dat die door iedereen wordt gehaald. We zien nu dat niet iedereen die norm van die 2% haalt, inclusief wij zelf. En dan is het toch wel erg gemakkelijk, ook wetende dat misschien in de VS nog allerlei ontwikkelingen zullen gaan plaatsvinden waar we ons misschien niet tot in de verre toekomst op kunnen baseren en bouwen, dat we serieus naar dit vraagstuk kijken. Is de heer Sjoerdsma dat met CDA eens? De heer Sjoerdsma. Ja, voorzitter, volgens mij moeten we serieus naar elk vraagstuk kijken, maar dan snap ik gewoon oprecht niet naar welk vraagstuk we serieus moeten kijken. Ik bedoel, even financiële bijdrage aan die nucleaire modernisering lijkt me onverstandig. De F-16's hebben al een dual-use capability om deze dingen in te zetten. Dus wat betoogt mevrouw Mulder dan eigenlijk? Ik bedoel, moeten we onze eigen onderzeeërs daarmee gaan uitrusten? Moeten we mee gaan doen met AUKUS? Wat is precies het punt? Het gaat hier volgens mij over hoe je jezelf conventioneel verdedigt. De nucleaire taken zijn volgens mij vrij helder beschreven. Dus als mevrouw Mulder een heel duidelijk voorstel heeft waar we ons serieus over moeten buigen, heel graag. Maar mijn voorstel is dat we ons serieus moeten buigen over wat er nodig is om ons continent te verdedigen. Heeft mevrouw Mulder dat duidelijke voorstel? En anders kan dat ook in haar eigen inbreng allicht. Dan gaan we dat doen. Dan geef ik het woord aan de heer Dekker, FVD. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie is mij van kind af aan voorgesteld als de organisatie van de good guys. Dankzij ons lidmaatschap van dit verbond, dit partnerschap, waren wij verzekerd van bescherming tegen statelijke actoren die ons slechtgezind zijn. En die actoren, die bad guys, waren natuurlijk de leden van die andere organisatie, het Warschau-pact. Eigenlijk gewoon Rusland. En misschien in de verre toekomst kon die onvriendelijke tegenpartij gevonden worden in het Verre Oosten, China. Dat wij als Nederland niet voldeden aan de NAVO-afspraak om tenminste 2% van ons nationaal inkomen uit te geven aan het militair apparaat, was in mijn ogen altijd een beetje beschamend. Wij lieten de Amerikanen de kastanjes voor ons uit het vuur halen. Zij voorzagen ons van een beschermende atoomparaplu, ter enorme kosten, en wij waren te kleingeestig, te gierig misschien wel, om daar behoorlijk voor te betalen. Niet iets om trots op te zijn, vond ik altijd. Vanaf 1991, het jaar van het uit elkaar vallen van de Sovjet-Unie en het Warschau-pact, was de dwingende logica om ons te organiseren in een tegen Rusland gerichte verdragsorganisatie niet meer zo duidelijk. Maar er bleven allerlei dreigingen bestaan en de wereld leek instabiel. Dus de NAVO-opdracht werd breder, meer algemeen. De politieagent van de wereld. De laatste jaren begint dat concept me steeds meer tegen te staan. Of het nu gaat om solo-acties van de Verenigde Staten, coalitions of the willing, hybride of formele NAVO-verbanden, met of zonder mandaat van de VN-veiligheidsraad, er vinden allerlei militaire interventies plaats op het wereldtoneel met onzuivere doelstellingen. Of het dan gaat over Servië, Libië, Irak, Afghanistan, Syrië.
Van een defensieve activiteit ten behoeve van bondgenoten in de strikte zin van het woord is nooit sprake. Er is altijd een gekunstelde redenering nodig om in NAVO of in een ander internationaal verband militaire activiteit te rechtvaardigen. Vandaag de dag gaat het over Oekraïne, waar, zoals NAVO-topman Jens Stoltenberg vorig jaar onomwonden toegaf, door de NAVO al vanaf 2014 gewerkt is aan het opbouwen van de Oekraïnse militaire capaciteit. Dit om grensstreken te kunnen provoceren en oorlog te kunnen voeren tegen Rusland. Duidelijk is dat de NAVO niet meer serieus gezien kan worden als defensieve alliantie. Veeleer is dit een meedogenloze oorlogsmachine geworden die zich overal ter wereld laat gelden als de grote bullebak, waarbij het draait om Amerikaanse werelddominantie en om dollars voor het militair-industrieel complex. Verdragspartners zijn daarbij niet meer dan onderdanige betalers van beschermingsgeld. Deze kwalijke alliantie zorgt er nu voor dat we een gevaarlijke oorlog in worden gezogen die niet de onze is. Een neutrale positie past ons land beter, doet veel meer recht aan onze traditie van onafhankelijke vredestichter. Vorm voor Democratie vindt daarom dat Nederland de NAVO zo snel mogelijk moet verlaten. Dank u wel. Dank, heer Dekker. Geef ik het woord aan mevrouw Mulder namens het CDA. Ja. Voorzitter, dank. Laat ik beginnen met Oekraïne. Als wij toestaan met elkaar dat Rusland deze oorlog wint, dan is het wel gedaan met de internationale rechtsorde. En dat is de zorg die bij ons leeft. En daarom willen wij het land blijven steunen. Misschien om aan te sluiten bij de veiligheidsgaranties zoals die net door D66 zijn verwoord, dat deed mijn wenkbrauw ook optrekken van hoe kijken we daar nou naar? Naar die veiligheidsgaranties. Het kan inderdaad niet zo zijn dat ze daardoor gegijzeld worden. Ik wil daar heel helder over zijn hier vandaag. En hoe gaan we de wapenleveranties dan ook versnellen, is onze vraag aan de minister. Want ze hebben het hard nodig. Gelukkig heeft gisteren ook de Japanse premier daar een goede duit in het zakje gedaan. En ik hoop dat dat ook daadwerkelijk gaat helpen. En als we dan komen op het defensiebudget, voorzitter, dan is wat ons betreft de 2%-norm de absolute ondergrens. Samen met VVD, Volt en de SGP willen we dit ook graag wettelijk vastleggen. Zodat veiligheid ook nooit meer het sluitstuk kan worden van de begroting. Kan de minister hier in NAVO-verband ook voor pleiten? Dus dat dit ook in nationale wetgeving ook vastgelegd gaat worden. Zodat we zekerheid hebben, ook voor de andere landen. Ja, het is een beetje vergaande stap misschien. Maar het is wel iets, we hebben die 2% hard nodig van iedereen. En niet alleen van onszelf. En daarom deze vragen aan de minister. En of we dan uiteindelijk op 2,5% of daarboven gaan uitkomen, dat valt te bezien. Maar voorzitter, wat voor ons daar wel bij belangrijk is dat als we die enorme investeringen doen, en die doen we in heel Europa en in allerlei landen, is dan dat ook die werkgelegenheid op goede manier ook terechtkomt, ook in regio's die die werkgelegenheid ook hard kunnen gebruiken. Dat is een verzoek van het CDA. Want we geven daar heel veel geld aan uit en dan moeten we daar ook zien dat die verdeling daar ook goed in is. Voorzitter, die oorlog die is niet alleen maar gaande tegen Oekraïne, maar ook tegen Moldavië. En het stoort ons bijzonder hoe op een heel andere manier die oorlog in Moldavië ook wordt gevoerd. Wij waren in Moldavië met de commissie. En hoorde daar over een schimmige zakenman, meneer Sor, die in Israël verblijft, die de boel behoorlijk aan het destabiliseren is. En onze vraag is, kan Moldavië juridisch goed worden geholpen door Nederland om deze man aan te pakken? En ook Israël daarop aan te spreken. Want ik vind het onbestaanbaar dat je op deze manier een land kan ontregelen. Je jat gewoon een groot deel van hun begroting, van hun centrale bank, jat je weg. En dat zet je vervolgens voor dit soort schimmige zaken in. Het is onbestaanbaar. Voorzitter, tot slot. China is voor mij toch een van de belangrijkste onderwerpen voor de komende jaren, denk ik, als CDA. En dat heeft ermee te maken dat we toch daar een enorme dreiging vanuit zien gaan. In het defensiebudget zit ook dat nucleaire onderdeel en alles in. En wij maken ons daar grote zorgen over. En wat doet de NAVO als Taiwan uiteindelijk wordt aangevallen en VS besluit dat te verdedigen? Dank, mevrouw Mulder. Voordat ik het woord aan de heer Brekelmans geef, is er nog een interruptie van de heer Van Dijk. Dank, voorzitter. Ja, ik wilde mevrouw Mulder vragen hoe zij vorm wil geven
aan de passage in het regeerakkoord om bij te dragen aan een kernwapenvrije wereld. En hoe zij zou wensen dat de regering omgaat met de wens van de Tweede Kamer, namelijk mijn motie, om meer openheid te geven over de modernisering van kernwapens. Omdat het nu buitengewoon schimmig is. We weten er niet veel van. De Amerikanen die willen dat geheim houden. En de regering zegt eigenlijk met zoveel woorden, dat respecteren we, we hoeven daar geen openheid over te geven. Het is nogal ingrijpend voor de regio, Volkel, waar het allemaal plaatsvindt, voor de mensen die daar wonen. Hoe kijkt u naar transparantie in dat opzicht? Mevrouw Mulder. Nou, bij mij gaat veiligheid boven transparantie. Ik vind dat het veilig moet, als ze daar liggen, of waar dan ook, dan moeten ze dusdanig gemoderniseerd zijn dat je geen last hebt, zeg maar, van onverwachte ontwikkelingen omdat ze niet goed zijn onderhouden. Dat is voor kernwapens ook een belangrijk onderdeel. Hebben wij ook tijdens onze reis in de VS met specialisten over mogen spreken. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is, dat die veiligheid bovenaan staat. En als daar eigenlijk een moderniseringsslag voor nodig is, want zo heb ik het destijds wel begrepen, dan vind ik dat een belangrijk onderdeel ook. Want anders moet je ze helemaal ontmantelen, bij wijze van spreken. Nou, om eenzijdig nu te gaan ontmantelen lijkt mij gezien de geopolitieke omstandigheden echt heel erg onverstandig. Dus ik hoop dat ik daarmee de vraag heb beantwoord van de heer Van Dijk. Toen wij het regeerakkoord opschreven, toen was er nog geen oorlog aan de gang in Oekraïne. Nee, het stond op de rand, hè, van misschien wel of niet te beginnen. Maar de wereld is echt veranderd na 24 februari van vorig jaar. En natuurlijk zou ik in de ideale wereld de boel allemaal willen afbouwen. En het liefst zo snel mogelijk. Maar we zien een omgekeerde werkelijkheid. En ik vind dat we daar ook ons... dat we dat ook moeten zien, dat dat gaande is. En dat het ook om onze eigen veiligheid gaat. En ik wil niet alleen afhankelijk zijn van een land als de VS. De heer Van Dijk. Voorzitter, afrondend. Ja, je zou dat natuurlijk ook precies kunnen omdraaien. Hè? Juist omdat de wereld gevaarlijker wordt, moeten we als wereldgemeenschap des te meer inspanningen verrichten om deze verschrikkelijke massavernietigingswapens de wereld uit te krijgen. Dat wil ik mevrouw Mulder meegeven. En dan over het punt van transparantie. Mevrouw Mulder zegt, ja, veiligheid gaat boven transparantie bij mij. Dat betekent dus dat die regio in volledige onwetendheid zal moeten blijven, terwijl het levensgevaarlijk is. Daar liggen die kernwapens. Ze zijn mogelijk al gemoderniseerd. En mevrouw Mulder zegt, ja, maar dat houden we allemaal geheim en we gaan u daar niet over informeren. Ik vind dat wel ver gaan. Daar zat geen vraag in. Maar ik, ja, dat is mevrouw Mulder gaat hem toch beantwoorden. Ja, maar het is bestaande praktijk. Hè? En, ja, dus laten we het ook gewoon veilig houden. Gelukkig is er tot nu toe niks gebeurd. En ik vind ook dat we daar alles aan moeten doen dat er ook niks gebeurt. Dank mevrouw Mulder. Geef ik het woord aan de heer Brekelmans namens de VVD. Dank voorzitter. En ik begin ook bij Oekraïne. Want het is keer op keer belangrijk weer bij iedere top om opnieuw te bevestigen dat we Oekraïne blijven steunen, zowel op de korte termijn als ook meer structureel op de langere termijn. En ik zou ook een vraag willen stellen over die veiligheidsgarantie. Want volgens mij is het goed als we zouden concretiseren wat die veiligheidsgaranties inhouden. Bijvoorbeeld door aan te geven dat we Oekraïne helpen met de transitie naar een westers leger, door structureel materieel te leveren. En ook door militairen te helpen opleiden, door inlichtingen te delen. Volgens mij dat soort concrete zaken kunnen we aangeven om ook niet alleen op korte termijn wapens te leveren, maar ook meer structureel die veiligheidsgaranties te leveren. En mijn vraag is ook aan de minister of dat inderdaad zijn inzet is en die van Nederland. Want volgens mij is een discussie nu voeren over NAVO-lidmaatschap en verdere stappen daartoe, als dat op de agenda zou komen, volgens mij is dat niet opportun nu. We proberen Oekraïne te steunen, maar ook met alle macht te voorkomen dat er een directe confrontatie tussen de NAVO en Rusland is. Bovendien, Oekraïne moet nog van alles doen op het terrein van corruptie en rechtsstaat. Dus volgens mij laten we het hebben over die concrete veiligheidsgaranties en niet over stappen nu richting NAVO-lidmaatschap. Mijn vraag is of dat ook de inzet is van de minister. Dan Zweden en Finland. We zien dat Turkije en Hongarije nu eindelijk stappen zetten om in ieder geval de toetreding van Finland te ratificeren. Dat hebben ze in ieder geval aangekondigd. Mijn vraag aan de minister is of hij verwacht dat in juli in Vilnius of dan Zweden en Finland zouden kunnen toetreden. En zo niet, welke mogelijkheden hij ziet om de druk op Hongarije en Turkije te vergroten. Excuus, de heer Dekker, met een interruptie. Ja, voorzitter, ik wil graag aan de heer Brinkmans vragen of hij niet van mening is dat het toelaten van Finland en Zweden als leden van NAVO en dat zelfs bevorderen en bespoedigen, of dat geen provocatie is die we juist willen voorkomen. De heer Brekelmans. Nee, ik zie dat niet als een provocatie. Het is heel duidelijk, Finland en Zweden hebben
zelf decennia lang. De geschiedenis met Finland is wat anders. Maar de afgelopen jaren heel duidelijk gezegd, wij willen geen lid worden van de NAVO. We willen graag een meer neutrale positie te houden. Tegelijkertijd wel lid van de EU, maar in ieder geval niet toetreden. En sinds de escalatie door Rusland en de dreiging door Rusland hebben zij gezegd, zelfstandig, grote politieke meerderheid, grote steun onder de bevolking, dat zij die veiligheidsbescherming willen van de NAVO. En ik denk dat beide landen, en zeker Finland, maar ook Zweden, ook versterkingen zijn voor de NAVO. En het is een consequentie van de escalatie die Rusland heeft gestart. En ik zie het niet als een provocatie richting Rusland. De heer Brekemans vervolgt zijn betoog. Dan de 2%-norm. Het zou mooi zijn als de conclusie wordt dat in ieder geval die 2%-norm een bodem is en niet een streefgetal of een plafond, zoals dat in het verleden het geval was. Ik begrijp dat er geen internationale steun is voor een nieuw percentage, maar dat zou in ieder geval volgens mij een mooi principe zijn dat ook aansluit bij de geopolitieke realiteit. Mijn vraag is of dat ook de inzet van de minister is en wat hij kan doen om dwarsliggers te overtuigen. Ik zou ook nog kort willen zeggen, het kost ons niet alleen geld, de NAVO. Het is natuurlijk belangrijk voor onze veiligheid, maar het levert ook nog wat op economisch. We hebben net het innovatiefonds, of het hoofdkwartier, hebben we binnengehaald. En dat is volgens mij een hartstikke mooi resultaat. En daar wil ik ook graag het kabinet mee complimenteren. Dan China. De heer Sjoerdsma zei het al, blijven berichten over Chinese drones, munitie. Maar het lijkt ook dat er in ieder geval nog niet concreet verdere stappen zijn gezet op dit moment. En ook er is niks over gezegd in het staatsbezoek de afgelopen dagen. Het zou natuurlijk wel kunnen dat daar achter de schermen over gesproken is, maar dat weten we niet. Maar je zou in ieder geval kunnen zeggen dat tot nu toe China nog niet tot die stap is overgegaan. En dat afschrikking mogelijk daar ook wel enige invloed op heeft, omdat China niet de consequenties wil in de relatie ten opzichte van het Westen. Dus ook mijn vraag of de minister zich daarvoor blijft inzetten dat wij ons krachtig uitspreken dat het onacceptabel zou zijn en onze relatie met China echt zou veranderen. Verder ten aanzien van China wordt gesproken als het gaat om de NAVO over hybride dreigingen en dat we ons daar weerbaarder tegen moeten maken. Ik zou de minister willen vragen om iets concreter aan te geven wat dit nu precies inhoudt en welke rol de NAVO daar precies in heeft. En dan tot slot de Indo-Pacific. Goed dat er ook gesproken wordt met onze partners in die landen. Mijn vraag is of dat alleen om kennisuitwisseling gaat of dat er ook concretere manieren zijn waarop we de relatie willen intensiveren. En een suggestie daarbij zou zijn om in ieder geval met Zuid-Korea ook te spreken over munitie en wapenleveranties. Want ze hebben grote voorraden, ook grote capaciteit. En het zou mooi zijn als zij aan Europa zouden willen leveren, dan kunnen wij weer doorleveren aan Oekraïne. Mijn vraag aan de minister of hij zich daarvoor wil inzetten. Dank, heer Brekemans. Dan is er nog een interruptie van de heer Dekker. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik vroeg mij af hoe de heer Brekemans aankijkt tegen onze steeds prominentere rol, lijkt het wel, binnen de NAVO. Nu ook weer met dat innovatiecentrum in Nederland. En heeft dat niet, behalve voordelen die er natuurlijk op korte termijn qua werkgelegenheid zo zijn, ook nadelen? Namelijk, je wordt steeds meer een zichtbare, belangrijke speler en dus ook een target in eventuele conflicten. De heer Brekemans. Nee, dat risico zie ik niet. En zeker niet, dat zie ik überhaupt niet. Maar ook niet als het gaat om een innovatiecentrum. Kijk, op het moment dat je iets doet, dan is de reactie vanuit Poetin of van de week Medvedev of iemand anders meteen, we gooien er een bom op of we sturen de nucleaire raketten op af. En op het moment dat dat gebeurt ten opzichte van Nederland, dan schrikken mensen daardoor. Tegelijkertijd, als je het internationale nieuws volgt, Polen is al meerdere malen op die manier bedreigd, want ze zijn natuurlijk een belangrijke leverancier en doorvoerland. Londen, Parijs, Duitsland. Dus het is inmiddels begint het ook een beetje lachwekkend te worden dat dat standaardreactie is op het moment dat een westers land wat doet. Volgens mij is het vooral belangrijk, en vandaar ook mijn eerdere debatje erover met de heer Sjoerdsma, dat wij ervoor zorgen dat we het NAVO-grondgebied kunnen verdedigen met voldoende militaire capaciteit. En dat bij een eventuele escalatie dat er een stevige nucleaire paraplu is. En dat vind ik voldoende bescherming. En nou, dan zie ik niet dat een hoofdkwartier, als het gaat om innovatie, dat dan een provocatie zou zijn. Wederom dank, heer Brekemans. Geef ik het woord aan mevrouw Piri namens de PvdA. Ja, dank u wel, voorzitter. En vanmorgen ook namens GroenLinks. Voorzitter, er zijn nog veel punten behandeld, dus ik heb een deel van mijn tekst geschrapt voor de kortheid. Vijf punten. 1, veiligheidsgarantie Oekraïne. Sluit ik me eigenlijk aan bij de vraag van de heer Brekemans. En ook bij de opmerking over dat het niet opportun zou zijn om nu te praten over NAVO-lidmaatschap Oekraïne. En ik vraag graag de minister
Als je het niet hebt over NAVO-lidmaatschap, heb je natuurlijk ook veiligheidsgaranties op den duur van individuele NAVO-lidstaten. Hoe ver überhaupt dat soort gesprekken staan. Ik snap dat we allemaal niet weten hoe lang deze oorlog duurt. Maar ik denk dat dat ook essentieel is om Oekraïne het vertrouwen te geven om op een gegeven moment aan tafel te gaan. Wanneer zij dat gewenst achten. Dan tweede punt. Naast de non-lethal steun van de NAVO zet het kabinet ook in op de capaciteitsopbouw van Oekraïne. Door de interoperabiliteit te verhogen. Hoe gaat de minister andere landen stimuleren om aan het Ukraine Comprehensive Assistance Package bij te dragen? Ik zag dat Nederland een van de grootste donoren is. Met 25 miljoen. En ik vroeg me af of andere landen minder happig zijn, of hoe we het positief geformuleerd anderen kunnen stimuleren om daar meer aan bij te dragen. Ik zal de vragen niet herhalen die collega's al hebben gesteld over Fins en Zweeds lidmaatschap. Maar dat blijft natuurlijk een zeer frustrerend proces. Vierde punt, één en laatste punt, Moldavië. Rusland vormt, dat zien we natuurlijk, een serieuze bedreiging voor de al aangetaste stabiliteit in dat land. En los van dat het geen NAVO-lid is, en ik weet ook niet of er een verzoek ligt, maar is er in ieder geval de bereidheid eventueel binnen de NAVO om te kijken wat gedaan kan worden om de cyberveiligheid van Moldavië te versterken. En tot slot, laatste punt van mijn kant, voorzitter. Nucleair, er is net al door collega's een debatje over gevoerd. Laat ik daar alleen de zin aan toevoegen. Hoe denkt de minister de aangenomen motie van Van Dijk in november uit te voeren? Dank u wel. Dank mevrouw Pieri. De minister heeft aangegeven gelijk door te kunnen. Maar ik kijk even mijn linkerzijde of er collega's zijn die de blaas wensen te ledigen of de longen dienen te asfalteren. Ja, ik wil best even Het mag. Nou, ik zie daar geen behoefte aan. Dan stel ik gewoon voor dat we gelijk doorgaan. En dan ga ik het woord aan de minister van Buitenlandse Zaken geven. Voorzitter, dank. Ik leer elke dag bij ook over wat je allemaal met je leven kan doen. En veel dank aan de leden van uw Kamer, voorzitter. We zeggen het vaak, maar het is natuurlijk ook echt waar. De NAVO is de hoeksteen van onze veiligheid. En dat we daar met elkaar dus over van gedachten wisselen, buitengewoon goed. Ik dacht het als volgt te doen. En dan maak ik het nog iets preciezer dan Van Dijk. Die zei, het gaat eigenlijk maar over twee onderwerpen. Namelijk de NAVO en mijn motie. Ik zou het wat verder willen uitsplitsen. Ik zou willen zeggen, het eerste over alle vragen over de oorlog. Dan over de 2%. Dan uitbreiding. Dan kernwapens. En dan overig. En dat zijn overigens dan nog wel een paar aantal dingen die aan de NAVO gerelateerd zijn. Moldavië, vraag van mevrouw Pieri en nog een paar andere kom ik dan op terug. Maar ik dacht dat dit, luisterend naar de opmerkingen en uiteraard ook in het bijzonder de vragen, dat dit een goede volgorde zou zijn. Over de oorlog, ik herhaal, maar is toch goed om nog een keer te doen, ook gegeven de vragen van Van Dijk over, ja, maar wat doet Stoltenberg nou hierop, die dat wat mij betreft overigens uitstekend en zeer verstandig doet. We hebben steeds gezegd, er zijn twee piketpalen. De ene is maximaal helpen, want onze vrede en veiligheid staan er op het spel. En ik hoef volgens mij de hele riedel niet te herhalen, maar dat blijft onverminderd waar en dat blijft onverminderd nodig. Want anders is alles wat we gedaan hebben voor niks geweest. En ik ben zeer erkentelijk naar de Kamer en ook zeker vrijwel alle leden die hier elke keer komen opdagen, die dat in hoofdlijn steunen. Het tweede wat we steeds gezegd hebben is, wat we willen voorkomen is dat we op de een of andere manier in een veel grotere oorlog terechtkomen. Want dan zijn de gevolgen echt niet meer te overzien. Dus die twee piketpalen die staan wat mij betreft recht overeind. Maar ik herhaal het omdat Van Dijk eerder wel eens terecht denk ik heeft gezegd tegen mij, ja maar je slaat die stap over, is die er dan niet meer? Nou die is er natuurlijk nog steeds, maar vandaar ben ik even overcompleet. Waarom vind ik het, dat was de vraag van de heer Van Dijk, waarom vind ik het zeer te prijzen, niet alleen acceptabel, maar ook te prijzen dat Stoltenberg daar dingen over zegt, maar omdat hij namens ons allen praat over de vrede en veiligheid van het NAVO-bondgenootschap. En dat is natuurlijk direct gerelateerd aan deze agressieoorlog. Weliswaar vindt het niet plaats op het NAVO-grondgebied, moet ik zeggen. Excuus, voorzitter. Maar wel aan de onmiddellijke nabijheid. En bovendien zie je dat dit ook allerlei
repercussies heeft, heel breed. En dat gaat ver voorbij alleen maar de landen die aan Rusland grenzen. Dus ik vind dat eerlijk gezegd logisch dat hij dat doet. Dan over de veiligheidsgaranties. Daar vroeg de heer Brekelmans naar, ook de heer Sjoerdsma, Van Dijk ook, volgens mij ook mevrouw Mulder. Kijk, wat ik daar echt uit elkaar zou willen halen, is: het is niet zo dat we, wat mij betreft, nu over moeten tot een setje veiligheidsgaranties en dan moeten zeggen, nou, dan moet de Oekraïne ondertussen maar stoppen met het verdedigen van zijn eigen grondgebied. Dat kan niet waar zijn. Volgens mij is het zo dat we de ingewikkelde opdracht hebben. En ik was het overigens eens met veel van de onderdelen die Brekelmans noemde. Het vermoedelijk is het lijstje nog langer, dus ik ga het ook niet proberen op te sommen. Maar wat wij te doen hebben is samen met Oekraïne kijken naar hoe, als de oorlog ten einde komt, vredesgaranties er dan uitzien. Dat is in Oekraïns belang, maar overigens ook in ons belang. En ik zou willen beargumenteren dat het ook in het belang is van volgende generaties Russen. Waarom? Omdat uiteindelijk daar met iets komen wat helderheid verschaft, wat ook duidelijk maakt naar iedereen die in de toekomst nog een functie vervult, hoe wij daarin zitten. Dat gaat zorgen voor stabiliteit, hopelijk ook voor afschrikking en voor veiligheid. Maar daar zijn we nog lang niet. Dus ik denk ook niet dat je die twee dingen tegen elkaar kan uitruilen. Ik denk niet dat je kan zeggen, nou ja, hier heb je een setje veiligheidsgaranties en dan moet je nu snel naar een einde van die oorlog toe. Daar blijft ons standpunt gewoon. Wij steunen Oekraïne maximaal. Het is aan hen. En laten we ze nou helpen met in een goede positie komen op het slagveld. Want dan staan ze ook sterk aan de onderhandelingstafel. Dat is volgens mij hoe de logica zou moeten zijn. Maar ik ben zeer eens met iedereen die het heeft over die veiligheidsgaranties. En reken er maar op dat dat onderwerp, dat gaan we nog een hele tijd op de agenda houden. Want dat wordt buitengewoon relevant op het moment dat we wel in richting een einde zouden gaan. Maar nogmaals, ik denk dat we daar nog lang niet zijn. En dit is een veel complexere vraag dan de acute korte termijn vraag over militaire steun, eerlijk gezegd. Even kijken, dat ten aanzien van de veiligheidsgaranties. Mag ik deze? Ik zag eerst de hand van mevrouw Pieri, inderdaad de heer Dekker. Mevrouw Pieri. Gewoon om een beetje een indruk te krijgen van waar het kabinet daar dan in staat. Ik snap wel dat het een complex vraagstuk is en het is ook iets voor in de toekomst. Maar deelt de minister dan dat de veiligheidsgarantie op dit moment niet kan zijn dat Oekraïne dan maar lid moet worden van de NAVO? He, dus het gaat echt om veiligheidsgaranties van individuele NAVO-landen en daar het gesprek over voeren. De minister. Ik ga heel eerlijk zijn. Het is zo'n groot en zo complex onderwerp dat ik me echt zorgen maak over dat als ik daar nu ook half alleen proviest wat over zeg, dat ik dan toch de met onvoldoende diepte ga beschrijven hoe dat eruit zou moeten zien. Dit luistert zo nauw ook in de formulering, ook wat je daarover daarover zegt, dat ik dat eerlijk gezegd echt niet freewheelend wil doen. Ik ben wel eens met wat Brekelmans net zei, dat toetreding nu niet aan de orde is, dat tegelijkertijd die open door policy geldt en ook de eerdere commitments die we gemaakt hebben, dat die natuurlijk staan. En dat evident is, ook weer in het belang van Oekraïne, maar ook van onszelf, dat zeer secuur uitdiepen hoe die veiligheidsgaranties eruit moeten zien essentieel is voor de toekomst van de stabiliteit in de regio en in Europa. Dus dat zullen we moeten doen. En ik, de argumenten, of de elementen moet ik zeggen, de elementen die Brekelmans net noemde, die klinken mij allemaal als heel logisch in de oren. Maar het is een langer lijstje. En dat vraagt echt ook overleg met bondgenoten. Daar kunnen wij niet als Nederland van zeggen, nou ja, dit is ons plan en daar heeft u het dan mee te doen. Mevrouw Pieri. Dat begrijp ik. Maar de minister zal ook begrijpen dat wij als Kamerleden ook graag de behoefte hebben om... Het is nogal essentieel voor de veiligheid, niet alleen van Oekraïne, maar de veiligheid van dit continent, om dan wel een gepaste vorm te vinden om daar het debat over te voeren met de Kamer. Dus dan vraag ik eigenlijk terug aan de minister, wat is daar de gepaste vorm voor? Als het niet bij zo'n NAVO-ministeriële is, moeten we daar een apart overleg over inplannen? De minister. Voorzitter, dat weet ik. Laat ik daar verder niks over zeggen. Volgens mij gaat het hier ook over de timing. En wanneer dat moment komt. Dus als ik nou daar... ik sluit niet uit dat dit toch ook in de wandelgangen, maar ook plenair
enige aandacht gaat krijgen tijdens de NAVO-vergadering. Als ik dit nou meeneem in het verslag en dan ook een procesvoorstel doe, waarbij ik overigens nadrukkelijk bij zeg, kijk, wij kunnen praten wat we willen over veiligheidsgaranties, maar als die oorlog nog 5 jaar zou duren, wat ik absoluut niet hoop, dan hebben we met iets heel anders te maken dan als de oorlog over 9 maanden klaar zou zijn. En dan hopelijk in beide gevallen onder de juiste voorwaarden voor Oekraïne. Maar dat maakt ook dat ik er wat voorzichtig in ben. Maar als ik dat nou doe, want ik snap ook haar behoefte van mevrouw Piri om er met het kabinet over van gedachten te kunnen wisselen. En zij moet natuurlijk ook kunnen zeggen wat ze vindt van hoe het kabinet er tegenaan kijkt. Is dat een formule? Ik zie mevrouw Piri ja knikken en wij registreren deze toezegging ook. Geef ik het woord aan de heer Dekker voor een interruptie. Ja, de minister had het, dank u voorzitter. De minister had het in het begin van zijn betoog over 2 pilaren. En een van de pilaren was het voorkomen van een grootschaliger worden van dit conflict, van deze oorlog. Maar het is me niet helemaal duidelijk welke maatregelen of welke beleidslijnen daarmee samenhangen en hoe die dat ziet. Kan u daar iets meer over zeggen? De minister. Ja, voorzitter, zeker. Dat is wel overigens uitgebreid besproken in de vergaderingen, in de vele vergaderingen die we over dit onderwerp gehad hebben. Dat is nou een van de redenen dat wij gezegd hebben, wij gaan niet, de NAVO gaat niet formeel deelnemen aan deze oorlog. Er gaan geen Nederlandse soldaten naar Oekraïne om daar te vechten. Dat is uitgesloten. En dat hebben overigens andere lidstaten ook gezegd. En we gaan ook zo'n taak als air policing, die kunnen we daar niet vervullen. Dat is een discussie die we helemaal aan het begin van het debat van de cyclus gehad hebben. Omdat wij nogmaals die 2 dingen belangrijk vinden. Wij gaan alles op alles zetten. Maar we zijn echt verder van huis op het moment dat dit ook leidt tot een oorlog in een van de andere landen. Dus dat vraagt een hele zorgvuldige balans tussen aan de ene kant maximaal helpen. Ook maximale deterrence. En daar, ik sluit zeer aan met wat Stoltenberg gezegd heeft, not an inch. Maar ook zorgen dat je zelf er niet aan gaat meedoen. Dat zijn de 2 piketpalen die ik eerder geslagen heb. En volgens mij is dat ook, wordt dat breed in de Kamer omarmd. De heer Dekker. Ja, dank u voorzitter. Ja, ik dank u minister. Maar ik had gehoopt dat u ook diplomatieke initiatieven zou noemen. Misschien als een van de maatregelen om tot een containment van dit vraagstuk te komen. Maar dat is nog niet expliciet in beeld, begrijp ik. De minister. Nou ja, voorzitter, kijk maar daar. Er zit natuurlijk toch een groot verschil in perceptie tussen de fractie van de heer Dekker en het kabinet. De heer Dekker heeft mij net in zijn eigen spreektekst geen vraag gesteld, maar hij heeft wel 1 ding gemarkeerd wat volgens mij zijn partij vaker heeft gemarkeerd. Dat is namelijk dat hij uit de NAVO wil. En veel fundamenteler kan het verschil van inzicht niet zijn. Daar moet ik ook eerlijk over zijn. We gebruiken vaak dat woord hoeksteen, maar dat is het ook echt. Hier is het Nederlandse veiligheidsbeleid sinds 1945 is hierop gebouwd. En dat staat voor geen millimeter wat mij betreft, wat het kabinet betreft, ter discussie. Sterker nog, het belang daarvan is het afgelopen jaar weer eens maximaal onderstreept. Dus ja, wij zijn altijd thuis voor diplomatieke inspanningen. Overigens, ook daar weer onder de voorwaarde dat Europa en Oekraïne daar beter van worden. Het is Rusland wat deze oorlog begonnen is. Het is Rusland wat het VN-handvest heeft geschonden. Het is Rusland wat van A tot Z verantwoordelijk is voor wat hier gebeurt. De minister van Volks en Betoog. Voorzitter, ik heb nog een paar dingen in de categorie die raken aan de oorlog en de NAVO. Volgens mij de vraag van mevrouw Mulder en de heer Sjoersma. Het Wall Street Journal, die heb ik hopelijk ook gedaan net in de opmerkingen die ik maakte over de veiligheidsgaranties. Daar heb ik daar ook wat breder bij stilgestaan. De vraag van de heer Van Dijk over, maar we zijn toch geen speler, heb ik ook gedaan. Wapenleveranties versnellen, ja, daar kan ik alleen maar van zeggen, ik ben het daar zeer mee eens. Heb ik overigens ook weer afgelopen maandag toe opgeroepen. Ook weer in die discussie over munitie. Dat komt nog allemaal keurig in het verslag naar de Kamer toe. Maar dat was natuurlijk precies in die discussie over, moet dat nou allemaal uit Europa komen? Daarvan heb ik ook in die vergadering gezegd, ja, op zichzelf uitstekend. Europa plus Noorwegen. Maar laat nou het betere niet de vijand worden van het goede. Het kan toch niet zo zijn dat, omdat wij dat graag in Europa willen bestellen, Oekraïne straks langer op wapens of in dit geval op ammunitie moet wachten. Dat is echt het paard achter de wagen spannen. Nou, volgens mij hebben we dat in de dialoog met de collega's heel goed gedaan. Maar ik ben zeer eens met de opmerking over snelheid van mevrouw Mulder. Voorzitter, dan ga ik
door naar het volgende blok. En dat ging over... Nee, sorry, voorzitter. Ik sla één ding over. Dat is het meest logisch om dat toch ook hier nog te doen. Of twee dingen. Mevrouw Piri had het hier, die struikelde net, als ik dat vaker doe, over het woord interoperabiliteit. Maar ik was wel... ik voelde me aangesproken door... Ze zei eigenlijk tegen mij, goed dat Nederland zoveel doet, maar kan je niet anderen ook enthousiasmeren? Die opdracht neem ik gewoon mee. Dat zal ik ook proberen, vooral denk ik, overigens in de wandelgang, om dat daar ook nog aan te snijden. Dus dank voor die suggestie, die neem ik graag mee. Ik begrijp heel goed de vraag, dat was de laatste in deze, wat nou als China wapens levert? Overigens, ik heb meteen meegeschreven, de heer Sjoerdsma had een goudgerande quote. Want die zei namelijk op een interruptie van de heer Brekelmans, als dan vragen zijn heel gevaarlijk. Ik dacht, nou, daar moet ik mijn voordeel mee doen met die quote. Want die kan ik niet alleen nu gebruiken, maar die kan ik in vrijwel elk debat met de heer Sjoerdsma kan ik die kwijt. In alle eerlijkheid had ik die van de minister geleend. Ja, oh, oké, okay, dan is de cirkel weer rond. Maar ik vind wel het fair om te herhalen wat ik daar eerder over gezegd heb. En daar ben ik namelijk echt met de heer Sjoerdsma eens. Ja, dat zou zonder meer problematisch zijn. En dat gaat ook... dat zal ook dynamiek geven richting China. Dus wat ik tegen... In mijn gesprek met Wang Yi en met Gang gezegd heb... en overigens ook met de collega's in Europa... doe dat niet... Want dit is niet een conflict tussen twee landen waarbij de schuld in het midden ligt. Nee, er is één land wat deze agressie begonnen is. Die de soevereiniteit van een ander land om zee probeert te helpen. Het gaat in tegen het VN-handvest. En dit zal in Europa ook zeer zwaar opgenomen worden. Dus dat heb ik daarover gezegd. En verder ben ik natuurlijk verguld dat de heer Sjoerdsma zelf mijn quotes sampled. Absoluut. Imitation is the sincerest form of flattery, heb ik altijd gezegd. Voordat hij verder gaat, is er nog een interruptie van de heer Sjoerdsma. Ja, voordat de minister verder gaat en te ver gaat, zou ik hem toch eventjes weer terug willen brengen naar de materie. Eens met wat hij nu zegt, maar als we kijken naar wat er nu uitlekt van wat China en Rusland eergisteren hebben besproken. Als je dat op een rijtje zet, wat Rusland allemaal bereid is geweest om aan China te geven, dat is nogal wat. En als je dan kijkt wat op papier staat, wat Rusland daarvoor terugkrijgt, dan staat er eigenlijk helemaal niks. Echt helemaal niks. En dat doet mij toch vermoeden dat er naast deze fantastische publieke afspraak er ook iets in het vat zit voor Rusland wat wellicht niet aan papier is toevertrouwd. Dus ik zou de minister, hij zal ongetwijfeld nu niet niks over kunnen zeggen, maar ik zou de minister wel echt willen oproepen om niet alleen dit waarschuwende signaal met zijn collega's en met China te delen, maar ook al te beginnen met nadenken over wat dan de concrete maatregelen zijn die de Europese Unie, VS, Canada, andere bondgenoten moeten gaan nemen voor het geval we erachter komen dat dit toch wel gebeurt. De minister. Ja, voorzitter, ik heb de heer Sjoerdsma goed verstaan. En uiteraard... is dit ook onderwerp al van gesprek geweest? Want iedereen was bezorgd, ook toen wij bijvoorbeeld in India bij elkaar waren, over de berichten die er toen al waren. Dus absoluut. Dank, voorzitter. Ik ga, voordat u verder gaat, de heer Van Dijk, mijn interruptie. Voorzitter, ja, we hadden gisteren een debat over de Europese Raad met de minister-president. En toen kwam ook het bericht naar buiten dat Poetin en Xi hebben gesproken over de vredesvoorstellen, zo noem ik ze maar even, van China. En toen zei de premier, wij vinden het goed als Xi contact opneemt met Zelensky en vice versa uiteraard. Kan de minister zeggen op welke manier u daaraan kunt bijdragen dat contact wordt gelegd? De minister. Ja, voorzitter, laten we ook onze rol niet te groot maken. Ik geloof niet dat wij nou een... Ik geloof niet dat wij nou een intermediary zijn tussen Xi en Zelensky. En als het gevraagd wordt, dan schakel ik de heer Van Dijk persoonlijk in. Want ik weet niet of ik wel bij machten ben om dat helemaal alleen af te kunnen. Nee, voorzitter, even zonder gekheid. Nee, maar kijk, volgens mij wat de reactie van Oekraïne die ik diplomatiek en ook tactisch heel goed begrijp, is geweest... Luister eens, wij zijn... graag bereid om met een speler als China over zoiets te praten. Wij vinden het ook
Wij vinden het ook op zichzelf dat China met een voorstel komt, vinden we goed. Maar, maar dan zeg ik meer wat ik er zelf van vind dan dat ik Zelensky dat zo letterlijk heb horen zeggen. Ik vind zelf dat een serieus plan van vrede wel zou moeten erkennen wie de schuldig is achter deze agressie en wie soevereiniteit heeft geschonden. Dat is niet een... Ja, kan toch niet een soort appendix zijn op deze discussie. Daar begint deze discussie mee. De heer Van Dijk. Voorzitter, eens. Tegelijkertijd stellen we vast dat Zelensky voorzichtig positief was over deze benadering vanuit China. En je kan er allemaal heel grappig over doen, je kan er heel sceptisch over doen. Tegelijkertijd is het natuurlijk bloedserieus als het de kansen vergroot om nieuwe slachtoffers te voorkomen. En in dat opzicht is het natuurlijk heel belangrijk wat de bondgenoten van Zelensky, hoe de opstelling van de bondgenoten van Zelensky in dit kader zijn. Daar zat geen vraag in. U kunt eventueel verder gaan. Nee, volgens mij, voorzitter, dat is een... U zegt het subtiel, maar dat is toch wel een aanmoediging. Ik ga door naar het tweede brok. En dat gaat over de 2%. Eens met wat de heer Brekelmans en ook andere shoots, maar dank ik overigens ook voor zijn woorden in die richting. De formulering die en de beeldspraak die Stoltenberg daarvoor gekozen heeft, namelijk een bodem of een vloer en geen plafond, dat vind ik een hele goeie. Want dat drukt precies uit hoe je naar deze discussie zou moeten kijken. En de heer Brekelmans vroeg nog, ben ik nou ook bereid en vind ik ook dat er voor mij een taak ligt om daar met anderen over in gesprek te gaan? Absoluut. Mijn waarneming is wel dat vrijwel iedereen die op of om het gemiddelde dobberde, inmiddels een hele forse inhaalslag aan het maken is. En landen doen het net verschillend. Dus Duitsland heeft die 100 miljard aangekondigd. Wij hebben in onze eigen begrotingskadans hebben we het net wat anders gedaan. Nog weer andere landen hebben een net wat ander uitgavenpatroon. Maar ik heb eerlijk gezegd niemand meer gesproken die heeft gezegd, dat doe ik niet. Of B, ik ga niet. Dat lukt mij niet binnen de komende paar jaar. Of het dan allemaal in 24 of 25 geregeld is voor alle, dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Maar de discussie is compleet veranderd. Is compleet veranderd. En ik zeg de heer Brekmans toe, ik zal er ook in gesprek op blijven letten. Maar het is eigenlijk geen inhoudelijke splijtswam meer, is mijn waarneming. Mevrouw Mulder die trok nog even het kelderluik open, wat ze vaker voor me heeft opengetrokken. Maar ik ben er ook toen de vorige keer omheen gewandeld. Dat is namelijk, moeten we nou die NAVO-norm in de wet vastleggen? Volgens mij is er een initiatief vanuit de Kamer. Om het kabinet nou nog verder te hypothekiseren met dit ook over te nemen, volgens mij moet ik dat niet doen. Volgens mij is er een initiatiefwetsvoorstel, moeten we dat überhaupt bij de Kamer laten. En voorstel, ja toch? Dat is een heel goed voorstel. Dat is een heel goed voorstel, zegt u. Ja, alleen dat, volgens mij moet ik de appreciatie op een later moment doen, op het moment dat tot volle rijpheid is gekomen. En dan moet ik het verder bij de Kamer laten. Er is een interruptie van mevrouw Mulder. Ja, voorzitter, het is natuurlijk een heel goed voorstel. Een van de initiatiefnemers zit hier ook achter een van de microfoons. Dus dank daar ook voor aan de initiatiefnemer. De vraag gaat natuurlijk om van, nou, het kan niet zo zijn dat we over een paar jaar, hè, als de dreiging hopelijk wat minder is, dat we dan door de bodem heen zakken. En hoe kan je dat garanderen? Onder andere door het ook wettelijk vast te leggen. En is dat een route uiteindelijk, hè? Los even van dat we hier, dat in Nederland natuurlijk nog met elkaar dat wetsvoorstel zullen gaan behandelen en daar een appreciatie op komt, misschien toch ook wel een route richting de toekomst. Dat het ons niet weer overkomt. En we hebben China straks voor de deur staan. En daar kan mogelijk ook nog van alles misgaan. En ik maak me dan toch wel zorgen over die bodem. En hoe we ook daar niet doorheen gaan zakken. De minister. Nee, kijk, voorzitter, maar ik wil wegblijven van het pre-appreciëren van het voorstel. Want volgens mij doe ik daarmee de initiatiefnemers en de Kamer geen recht. Dus dat wil ik echt daar laten. Meer in algemene zin is het natuurlijk zo dat dingen die je in een wet vastlegt, dat die een bepaalde status krijgen. Dat zal vast een van de argumenten zijn, stel ik me voor, die de initiatiefnemers ook
waar de initiatiefnemers mee zullen komen. Daar kan ik me op zichzelf ook wat bij voorstellen. Dat zien we ook allemaal in onze juridische praktijk hier in de Kamer. Ja, de andere kant is dat Nederland decennia lang aan de NAVO-norm heeft weten te voldoen, zonder dat het in de wet vast was gelegd. Dat is ook waar. Maar volgens mij moeten we die discussie met elkaar hebben. Waar ik in ieder geval vind dat er een opdracht ligt voor mij. Dit kabinet, wij zijn er zelf bij wat wij deze komende jaren doen. En aan ons is het dus nu om concrete daad bij het woord te voegen, dat doen we ook als kabinet, om die uitgaven significant op te schroeven en toe te werken naar die 2%. En ik voel me zeer aangemoedigd door wat meerdere sprekers vanuit de Kamer zeiden, is ja, als meer nodig is meer nodig. Dat heb ik goed verstaan. Zonder dat ik dat nu zonder kabinetsoverleg daar een percentage aan kan hangen, dat hebben ook de sprekers niet gedaan. De minister van Volkshand betoog. Dan voegt de heer Van Dijk en ook de heer Sjoerdsma, die voegen nog naar die kwalitatieve benadering.